Goedemiddag, hopelijk is het voor jullie middag. Super tof dat jullie weer kijken weer bij deze nieuwe vlog. En ja, zoals jullie aan de titel zien, vandaag is mijn bestelling binnengekomen van de groothandel van de snoep. Die is vanochtend al binnengekomen. Ik heb ook al de snoepwinkel ook al online actief gezet, dus mensen kunnen al bestellen via Instagram. De link daarvan staat beneden in de beschrijving. En dit is het eigenlijk voor nu. En dan zou je denken, kijk, het is klein. En er is al een bestelling uitgegaan. En degene heeft ook al betaald, dus dat is ook helemaal goed. En heel soms krijg je ook iets extra's, niet altijd. Maar hier heb ik dus de Airheads, de watermeloen Airheads. Ik heb hier dus nog de Airheads Blue, Blue Raspberry. En ik heb hier de Airheads Cherry. Ik heb nog één keer, als jullie dit vlog zien, misschien is het al uitverkocht. De Laffy Taffy Blue Raspberry. Ook eigenlijk gewoon alle twee de Raspberry. Laffy Taffy Mystery Swirl. Laffy Taffy Strawberry. Laffy Taffy Cherry. En ik heb een Laffy Taffy Grape. En ik heb nog wat Finis. Ik heb het zelf niet geproefd, want het is gewoon lekker, gewoon voor de verkoop. En de prijzen zijn voor de Laffy Taffy's 99 cent per stuk. Voor de Airheads zijn ze 60 cent per stuk en 2 voor 1,15 euro. En voor de Finis zijn ze 50 cent per stuk en 2 voor 90 cent. Dus al met al producten bijna allemaal onder de 1 euro. En de verzending is 3,99. Ja, ik kan er ook niks anders van maken. Kijk, als je in Zwolle woont, dan kan ik het gewoon gratis naar je toe brengen. Dat is geen enkel probleem, want morgen krijg ik ook de verzenddoos binnen. En dan, eigenlijk zijn alle prijzen zijn ook inclusief de verzenddozen. En natuurlijk een klein beetje winst. Het is niet veel winst. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, deze zijn al 70 cent, althans waar ik het heb gekocht, 70 cent inkoop. Ik zeg wat, hè. Tuurlijk is het dat niet zo, maar dat is dat. Nou, dan wil je uiteraard een beetje winst, maar ook niet te duur verkopen, want je wilt wel gewoon vaste klanten hebben. Dus dan is het gewoon 99 cent, want bij sommige bedrijven zijn deze ook 1,30 euro. Dus ik probeer de prijzen laag te houden. Het is niet gegarandeerd dat die prijzen echt 1 euro blijven. Dat hangt er echt vanaf. Want soms wordt ook de inkoop duurder. En dan moet je dus ook de prijs iets duurder maken. Kijk, dit is een inkoop, dit is iets goedkoper. Daardoor kan ik dan deze en de Airheads weer goedkoper verkopen. Dus al met al vind ik het allemaal goed zo. En de Airheads kan heel hard gaan. Maar de Airheads, dat blijft gewoon een goed Amerikaans snoep. En en als ik merk dat het echt bijna op is, bijna, als alles al op de helft zit, dus ook de Finis allemaal op de helft, ga ik weer inkopen doen. En dan kun je gewoon elke keer bestellen, want ik heb altijd binnen 3 dagen, maximaal 3 dagen heb ik weer de voorraad binnen. Dus treur niet, bestel wat. Heel af en toe krijg je er ook gewoon iets gratis bij. Dus meer met grote bestellingen zoals deze. Deze lijkt klein, maar deze persoon heeft alles één keer. Kijk, en dan doe ik er af en toe wel eens iets gratis bij. Dus inderdaad, wat ik ook zei, bestel wat. En hopelijk heb ik binnenkort ook een website. Want ik wil bijna zeggen, bestel op de website. Nee, maar je kan voor nu nog bestellen via Instagram DM, via een tikkie. Klinkt alsof als je via Instagram besteld, omdat het vaak oplichterij is, maar nee. Ik ben totaal niet iemand die wil oplichten. Ik wil gewoon ik wil mensen gewoon blij maken met een goedkoop snoep. Want op zich, 60 cent voor Airheads, dat klinkt veel. Daarom heb ik ook een actie, 2 voor 1,15 euro. Dus dat betekent dat je iets goedkoper uit bent. Ja, en de meeste snoepbedrijven, die halen nog goedkoper in met de Airheads, kun je nog goedkoper verkopen. Maar dit is echt de allerlaagste prijs die ik gewoon kan bieden. Lager kan ik helaas niet bieden dan dat de prijzen nu eigenlijk zijn.
Maar ik ga in ieder geval nog even mijn laatste was eventjes ophangen. En even mijn spullen ook even inpakken. En dan gaan we vanavond lekker door naar Damsco. A.k.a. Amsterdam. Ik heb al bijna mijn laatste spullen al ingepakt. En je ziet dat mijn kamer bijna weer leeg is. De kamer gaat echt veel sneller leeg. Dus ik heb alles snoep even hier in gedaan. Mijn spullen al bijna ingepakt. En ik ga het laatste spul ga ik even straks meenemen. Maar dat doe ik van tevoren nog even snel in. Het zijn allemaal bijna producten die wel goed zijn, maar waar ik zelf helemaal niks aan heb. Dus. En ja, ik ben er gewoon helemaal klaar voor. Ah ja, dit moet ik ook even meenemen. Dit is voor Florien en Ans. Die heb ik van het meisje gekregen waarmee ik naar Turkije ga. En van de ouders. Dus die vind ik wel mooi inderdaad om aan hun te geven. Ik heb alles er inmiddels bijna echt in zitten. Het is bijna 7 uur en dan ga ik er ook niet zo vandoor. En ik heb hem ook net gegeten. En ja, ik ga de camera even op mij richten, hè, want anders ben ik ook weer geen vlogger. Nee, maar ik heb inderdaad alles al klaar. Pak er even mijn jas. En dan go to Amsterdam. Naar mijn tante. En dan zien we dan allemaal gewoon wat we gaan doen daar. Dus ik zie je zo weer. Ja, beste mensen, zoals jullie kunnen zien, ben ik hier eigenlijk alweer terug in mijn appartement. Het is eigenlijk al, het weekend is alweer bijna voorbij. Er is heel veel gebeurd in het weekend. Ik houd het eventjes gewoon kort. Ik ben inderdaad een snoepbedrijf begonnen, officieel afgelopen vrijdag. Dan kun je inderdaad Airheads cherry halen. Kun je Airheads watermeloen halen. Airheads grape. Blue raspberry. Nou, je kunt er eigenlijk gewoon van alles halen. Meer info staat op het Instagram account van Snoepgoedjes. En aankomende dinsdag, dus morgen al voor jullie, is het tot 20% korting op het gehele assortiment. Kijk, verzendkosten is wel op eigen rekening. Maar zo kun je zien, als je voor €20 aan snoep inkoopt, is het 20% gaat eraf. Dus dat betekent dat het €4 wordt. Nou, en dan nog €3,99 kost. Dus in totaal ongeveer €20. Dus gaat de verzending eigenlijk. Maar 20% korting is niet verkeerd. Tot 20% korting is niet verkeerd. Dus dat. Ik heb een heel goed weekend gehad. Ik heb dan niet kunnen filmen. Maar ja, ik ga deze week gewoon lekker goed filmen. Maar dan ga ik deze vlog afsluiten. Dus hopelijk heb jij gewoon genoten van deze vlog. Als jij vriend niet een dikke ogen zit, vriend, maar ik kan het opleveren hier weer. En hopelijk dat ik jou morgen. Hopelijk gewoon weer terug bij een nieuwe vlog. En dan zeggen we zo altijd. Laters.